staan hier in Brugge. En samen met een aantal andere initiatiefnemers, agrarische ondernemers, hebben wij het initiatief genomen voor een grootschalig windpark. En een grootschalig windpark betekent in ons geval 3 windmolens tussen de snelweg A2 en de spoorlijn Den Bosch-Utrecht. En daar komen ze langs te staan. Het was in 2010-2011 dat de gemeente kwam met ideeën over windenergie. En we hebben dat als gebied zijn op dat moment zelf opgepakt. Dus we hebben, op dat moment stonden we voor de keuze van ga je een projectontwikkelaar benaderen om een contract op je grond te leggen. Of ga je kijken of er zelf mogelijkheden zijn om investeringen en ontwikkeling te gaan doen. Daar kwam uiteindelijk wel uit naar voren dat we dat heel graag met een groep uit dit gebied zelf zouden willen doen. Maar dat we helemaal niet over de kennis en kunde beschikken die daarbij komt kijken. Dan ga je in de markt kijken van wat voor partijen kunnen dat doen en hoe passen die zeg maar, bij het beeld en de visie die je hebt bij zo'n ontwikkeling. En eigenlijk kwam daar WindUnie als voornaamste partij uit die daar heel goed bij aansloot. WindUnie is een coöperatie van ongeveer 280 leden op dit moment. En dat zijn allemaal windturbine-eigenaren of initiatiefnemers of burgercoöperaties die bij ons aangesloten zijn. En WindUnie zelf verzorgt eigenlijk het hele traject voor duurzame energie van idee, ontwikkeling, bouw, financiering en uiteindelijk dan ook beheer, exploitatie daarin. Lopende het traject hebben we daar de keuze in gemaakt om één van die windmolens, dus 1/3, volledig te gaan verkopen in hele kleine onderdelen. Aan iedereen die daarin geïnteresseerd is, waarbij we ons in eerste instantie richten op de mensen uit onze eigen gemeente. Een ander mooi voorbeeld is de grondvergoeding. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om die vergoeding zeg maar, te verdelen onder alle huizen in het gebied. En om een stukje grondeigenaar die ook initiatiefnemer is, vooral financieel voordeel te geven vanuit de exploitatie. Wat WindUnie doet bij dit soort projecten is eigenlijk altijd werken met een geïntegreerde duurzame energieaanpak. Geïntegreerd betekent daarin dat we eigenlijk zoeken naar enerzijds en het draagvlak creëren uit de omgeving en lokaal eigenaarschap, dus lokale initiatiefnemers en lokaal eigenaarschap. En geïntegreerd ook omdat we dan zoeken naar hoe kunnen we eigenlijk die samenwerking zoeken en vinden in zon, wind en opslag. Omdat we echt vinden dat alle duurzame energieprojecten op een goede manier met een goede balans tussen de lusten en de lasten in de lokale omgeving moeten worden opgepakt. We zijn heel positief over de aanpak van WindUnie. Ze zijn heel erg gelijkwaardig, dus ze doen net zo goed als de initiatiefnemer lopen ze een stukje risico in het park. Daar staat ook tegenover dat ze een stukje investering op zich pakken. Ze kennen het speelveld, dus ze hebben voortdurend ook oog voor de belangen van de omgeving en van de initiatiefnemers. En het stukje kennis en kunde wat er vanuit andere trajecten is, is heel waardevol.